Amen. Vandaag de titel dat ik heb gekregen is Remain in Me in This Generation. En dan zo, na mijn samen, je bent na zo, na jouw kasano, niet je assam, na na zijn titel, nooit, of zin, Remaining in Me in This Generation. Zij je bent na niet moe, wat samen, na je woman. Dat vinden wij in John chapter 15, verse 7. En dan zie je, ben hoe na mijn samen, na John chapter 15, verse 7. Maar als jullie in mij blijven en mijn woord in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Amen. Amen. John chapter 15, verse 7. Als ze zeggen, moet na mimu, na mensen te na mumua, wo besre bibiara mope, na ebeye o amam. Amen. Amen. Dat betekent nu als je in God gelooft. En altijd in zijn woord blijft geloven. En als je het ook volhoudt. Alles wat je aan God zal vragen, krijg je ook. Dat is ook zoals wij kinderen. Als we nu met onze ouders zijn. En onze ouders vragen niet. En je doet het ook. Je ouders zullen ook van jou houden. En ze zullen alles geven wat je wil. Maar als je geen goed kind bent. Wat er in de Bijbel staat. Send your Bible, I can share it now. You must know it. Yeah, yes, it's here. En je vraagt, en als je ouders iets vragen, je doet het toch niet. Als je iets wilt van je ouders, zullen ze altijd over nadenken. En ze zullen het ook nooit geven. Op een dag was Jezus aan het praten tegen zijn leerlingen. Ook tegen kinderen. En ook tegen mensen. Hij zei. Maar als je in mijn woord gelooft. Wat er in de Bijbel staat. Als jij in mijn woord gelooft. En als mijn woord in jou blijft. Zal ik alles geven wat je wil. Jezus houdt van ons. Jezus houdt. Daarom heeft hij ook zo'n mooie woorden tegen ons. Als we blijven in zijn woord geloven. Zal hij alles geven wat we willen. Iedere kind die in God gelooft is een goed kind. Omdat als je iets leest in Proverbs chapter 10 vers 1. Proverbs chapter 10, verse 1. Een goed kind maakt zijn ouders blij, maar een slecht kind brengt alleen maar verdriet. Proverbs chapter 10, verse 1. Amen. Dat betekent iedere kind die goed is en die luistert heeft wijsheid. Als je obibiara oye sitie eme nyamia oye oyo nyansa fo. En je ouders zal ook blij zijn. Na ema wa ufosu enya elijio. Nu mijn kinderen zijn. Say ya mo free. Nu is nog de moment die goed in God te beloven. Samre ene ye emra esie chi Christo edie. En dik bij God te zijn.
Na ye ye sitie eme nyame. Na ye ye ben nyame. And God shall ook altijd bij ons blijven. Na Christo en na Jesus ebe koso abe. Amen. Als we terug in de Bijbel kijken. Zij afosso ashe nyame asemwa. Dan waren er ouders. Na ye susu awufwe. Die twee zonen hadden. Na je hebt Bijbel maar nee en wat vraagt meer nu bij en wat Bijbel. Eentje heette Esau en eentje heette Jacob. Na oba houding die Esau, na oba houding die Jacob. Maar op een dag ging vader Isaac de oudste zegenen. Na oba zei dat Ruby nee en ja je vriend Isaac na oba beschra Esau. Maar moeder Rebecca had de zegen afgepakt van Esau naar Jacob. Na en na je vriend Rebecca no edi ishra no edi ma Jacob. Daar kwam een grote familie ruzie. Na eba se edi ohau kesie eba bushie ni. Maar toen Esau boos was. Na Esau ni bufuye. Zijn vader heeft tegen hem gezegd. Na ejaso Isaac katre ni se. Als je je best doet. Se wo ishra wo ma. En als dan gaat al de last van je weg. Na bibi biara ebe free wosu. Halleluja. Amen. Esau had het begrepen. Na Esau otineja asi. Hij ging weg. Na fede otu anamokoye. En toen hij terugkwam. Na abra na obano. Had God hem gezegend. Ne nyami eshira. Nu wij ook kinderen zijn. Na zei je voor vrije zin. Als we ons best doen met leren. Zei je pas wat je hier je hoor je dit zien man. Zal God ook ons zegenen. Nyami ebeshira. Dat zal ook later grote mensen worden dan. Na zei je je en penny voor je bent meer je en penny voor en we op mijn bedje. En we worden goede mensen. Nee, beba ben je een nipa. Als wij terug in de Bijbel kijken. Na je pas wat je nyami asemwa. Was er een kind? Na abo frebi e wo. Zijn mama had hem in de kerk gedaan. Na nyame ede no eko. Ne mama ede no ko nyame fie. Van boer heel zijn leven. E wo ne kwa ne yina. Zijn naam heette Samuel. Na je friend of Samuel. Amen. Hij was een kind die echt in God geloofd. Na ya abo fra obe chi Christo edi. God zijn woord was in hem. Nyame asem et sinani. Maar op een dag. Na dat rodje. Hij ging slapen. En we gaan nou wat dan. Hij hoorde drie keer zijn naam Samuel. Oti, die ding zei je vriend Samuel, Samuel, Samuel. Hij rende heel hard naar de pastoor. Na Otu, Amerika, Eko, Osofu Eli in chain. En hij zei, pastoor heeft u mij geroepen. Na Oka zei, Eja, o vriend me Anna. En pastoor zei, nee, ga maar terug. Oka zei, de ben vriend. Eventjes later heeft hij dat teruggehoord. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Hij rende terug. Na Osako, Bio. Pastoor zei, ga maar terug slapen. Na Eja, Eli, Ekatrein, zei, Pona Koda. Even later terug opnieuw. Na Emra, Okosu Koda, Jena. En daarna hoorde hij terug Samuel. Osati, Sa, Elili, Bio. Hij rende terug naar de pastoor. Na Osako, Osofu, Eli, Inchein. Dan had pastoor. Wist pastoor dat God hem aan het roepen was. Na afede osofu eli ehu se eye nyame en na efra abofra Samuel. En pastoor heeft hem tegen hem gezegd. Na osofu eli katre en se. Als je terug opnieuw die stem hoort. Se wot si sa en nini bio se efra wa. Zeg God, meneer, ik luister. Kase, eja kasa, na wa kwa witi. Nu we ook kinderen zijn. Zij je je vrij. Onze ouders moeten ons altijd bij naar kerk meenemen. En ze zei je nou voor edi je en ben je mifie abrin abrinna. Zoals Samuel. Zijn je Samuel als je die nu koen je mifie. Zijn woord was helemaal in hem. Nee, je mifie ebet snani. Dat zelf geen enkel ding hem kon scheiden van God. Na bibi biere niwa eti ni free Christo. Heel zijn leven was hij bij God. Na nina nene kwane nina no otne nya mifie. God had hem ook gezegend. Dus wij ook kinderen. En wat ze zeggen, je bent vrij. We moeten ook altijd met onze ouders naar meer naar kerk. En ze zeggen, abrini, abrini, na je niet je hoofd en ben je mifie. Dan zal God ook met ons praten. Nee, nya mi en niet je en ben kassa. We moeten ook goed leren bij Sunday School. Na je je city en na je shia, nya mi en som en wat Sunday School. Dan zal God ook ons zegenen. Nee, nya mi en ben shira je.
nu ook als ouders. Nou, samen jouw vrouw. Nu moeten van alle kinderen houden. En ze zeggen, abina, abina, je kan op vrienden na en bij jou. Dan zal God voor wat gaat hij de gezin zegenen. Nee, nyami, ebe shira, ebe shienin na. Dit was mijn woord van vandaag. Wanneer nyami.